Gijs, het wordt met een seconde onveiliger. Minister Soorthagen van Justitie, die wou er 3000 cellen bij hebben. 3000 cellen? 3000 cellen. Maar dat betekent dus dat er 3000 criminelen vrij rondlopen. Minstens. Hè? Maar dan zegt de regering vrijdag, nee, we wachten nog wel even met het bouwen van 3000 cellen. Dat hoeft niet, 3000 cellen, zegt de regering. Er komen geen 3000 cellen bij. Er komen geen 3000 cellen bij. Hè? Dus ik durf nou wel niet meer naar bed van de onveiligheid. Hè? Dan lopen er 3000 criminelen lopen er vrij rond. Die lopen er vrij rond. 3000 criminelen. Wacht even. Er komen geen 3000 cellen. Wacht even, Arie, schiet me daar te binnen. Ik heb iets op tv gezien, ergens in het nieuws of zo. Wat was dat ook weer? Dat was over een kastje. Een kastje? Weet het weer, een kastje. Je hebt een kastje gezien? Ik heb een kastje gezien. Op het kastje? Jij was in de keuken waar jij de antuifje aan het opzetten. Wat was het dan voor een kastje? Er was een kastje. Ja, een kastje. En als het dan onraad was, dan zei je dat zo in het kastje. Ja. En dan was het opgelost. Opgelost? Dat kastje. Wat is het dan voor een toverkastje? Ja, ik weet ook niet. Er zat een mevrouw, zat dan aan de andere kant van het kastje. Achter het kastje. En die zei dan, alles is opgelost, gaat u maar weer rustig slapen. Een nieuw soort kastje. Wat was dat nou ook weer voor kastje? Even nadenken. Wat is dat? Ga dan kijken. Doe dicht aan. Ze kunnen dan praten door middel van het kastje bij de klant thuis. Daar zit een luidspreker in en een microfoontje. Kunnen zij vragen wat er aan de hand is. De inbreker is volgens u weer weggegaan. Nu is alles stil en er is niemand binnengekomen. Dus... Meneer, u denkt dat er niemand meer aanwezig is? Nee, er is niemand meer aanwezig. We kunnen het zo wel. Prima, meneer. Ik heb het begrepen, luid en duidelijk. Oké. Okay. En mocht er nog een tijd, meneer, bent u gerust. Nou, en dan zei die mevrouw... Heren Temmes, gaat u maar weer slapen hoor. Alles is opgelost. Nou, zo'n kastje moeten we hebben. Dat kastje moeten we hebben, G. Dat moeten we hebben. Wij moeten dat kastje hebben. Doet je jas aan. We gaan dat kastje halen. Ja, het is gelukkig droog, G. Het is gelukkig droog, Harry. Hebben we alles wat we hebben moeten? Het sleutel te hebben. Ja, daar hebben we alles wat we hebben. Maar je weet niet hoe dat kastje heette. Nee, dat de naam van dat kastje. En die mevrouw, was die van de politie? Nee, die was niet van de politie. Dat weet ik heel zeker. Die was niet van de... Dat weet je zeker? De politie komt niet meer tot ze al die cellen hebben gebouwd. Komt de politie niet meer. Nee, daar zit een knoppie bij. Die was er vorige week nog niet, dat knoppie. Dat wordt straks één grote wilde van rozen. Maar dan mag je wel een cel omheen bouwen. Want anders kappen ze zo die rozen. Ik wil eerst dat kastje hebben. Anders kan ik niet genieten meer in het leven als ik dat kastje... Dan hebben we 15.000 cellen nodig in Nederland. Nou, we hebben 15 miljoen inwoners. Dus dat is één cel op de 1000 inwoners. Dus van iedere 1000 mensen die jij ziet lopen, is er één crimineel. Dus... Hoort die meneer en mevrouw dan niet. Maar dan hoort er één op de 1000 hoort er in de cel. Zes! Nou, is het dan zo ver in Nederland? Zo ver is het gekomen. 15.000 cellen is het pas. Eén op de 1000 is het. Ik kon het maar niet cellen, maar je moet er echt cellen waar ze niet meer uit kunnen, weet je wel. Dat is ook niks van dat kastje. Heb je niet gedroomd van dat kastje? Hier is met een kastje. Oh nee, dat gaat over roken. Dat is het niet. Nee, wat is dat? Dat is een doos, hè? Dat is een doos van de post. Geen kastje, nee. Ja, ik moet wel dat kastje hebben, hoor. Nee. Ik ga niet slapen voordat we dat kastje hebben, dan. Ik zal het wel uitleggen. We moeten dat kastje hebben, ik doe geen oog dicht zonder dat kastje met nou. Ik heb het niet gezien, hij heeft het gezien. Het is gewoon een wonderkastje. Nou, stel dat er daar wordt ingebroken, of er staat iemand te rammelen aan de deur dat of aan de ramen. Dat moeten we dus niet hebben natuurlijk. En dan kom je uit je bed en dan roep je tegen dat kastje, help, er wordt ingebroken. Dus je roept zo in het kastje. En dan zegt de mevrouw, niks aan de hand, gaat u maar weer slapen. Zo'n kastje. Weet u die kastjes, dat iemand kan terugpraten door je kastje? Dat bestaat. Die? Ja, die bestaat. Nou, die moeten we hebben, want veiligheid is ons heel wat waard. Hebt u zo'n kastje? Alles is dat ons waard eigenlijk. Hoeveel kosten die kastjes? Rond de 120 gulden. 120 gulden? Ja, dat is wel een rip uit mijn lijf. Maar als er wordt ingebroken, dan zijn we natuurlijk veel meer kwijt. En onze veiligheid is dat wel waar. Dus voor 60 gulden de man zijn we veilig. Zie je, heb je het kastje. Dat is het. Ja, dat is het. Dat heb ik gezien op tv. Die 120 gulden. Zie je nou wel, Arie, dat het bestaat? Nou ja, gelukkig. Ik had het toevallig niet gezien. Maar hij zegt, je praat in een kastje en iemand anders zegt dan, wat is er aan de hand? Het wordt veel verkocht. Heel veel. Het wordt heel veel verkocht, Arie. Dank u wel, hoor. Goedemiddag. Dank u wel. Ik voel me namelijk een stuk veiliger gegeven. He? Dat is goed voor jou. Het is goed dat je dat hebt gezien en onthouden. Kunnen geen
1000 criminelen tegenop. Het folterkastje. Hallo, Harry. Kan je mij verstaan? Ja, moet je luisteren. Hallo, Harry. Ja. Hij doet het wel, hoor. Nee, luister, je bent nou 3 uur bezig. Ja. Ik heb die mevrouw nog steeds niet gehoord. Nee, die mevrouw. He? Dus ik kan er wel roepen, kijk uit, Gij, er is een inbreker. Maar dat hoor jij er toch alleen maar? Ja, dat hoort die mevrouw toch niet? Dus het zijn waardeloze kastjes. Over en uit. Dit kastje heb ik op tv gezien en er kwam een mevrouw dan, die zei... Dat kastje, ik ga met deze kastjes ga ik niet veilig naar bed. Bovendien zien ze nou dat we bezig zijn om het huis te beveiligen met die... Die 3000 criminelen kijken nou naar binnen, zien dat we bezig zijn. Ik doe de gordijnen toe natuurlijk. Doe de gordijnen toe, Arie. Hallo mevrouw. Hallo mevrouw. Hier zijn de gebroeders Temmes uit de Hortensiastraat. Wij roepen u op. Hallo mevrouw. Je hebt je gewoon waardeloze kastjes laten aansmeren. He, dat zijn prullen van kastjes voor 120 euro. We hebben er niks aan. Wacht even. Vergeet het maar, dat kastje. Arie, we zetten 1 kastje in de slaapkamer en het andere kastje zetten we hier. Ja. Dan ga jij slapen, dan hou ik de wacht. En als het dan onraad is, dan roep ik, hallo Arie, hier Gij. En dan roep ik, ja Gij, ik hoor je, ik ben Arie. En dan gaat die inbreker weg zeker. Ga nou toch uit. Wat is dat dan voor onzin? Ik kan net zo goed onder de tafel gaan liggen. Hallo mevrouw. Hallo mevrouw, de gebroeders Temmes hier. Hallo mevrouw. Hey. Ik ga de politie bellen. Nee, de politie heeft geen zin. Nee, die komen niet meer, zolang er geen 3000 cellen zijn gebouwd. Hallo mevrouw. Mevrouw, ben u daar? De gebroeders Temmes in de Hortensiastraat. Er is onraad, mevrouw.